Dennis van Feyenoord-watcher, radiocommentator. Aanstaande zondag natuurlijk in de Johan Cruijff Arena voor de Klassieker. Wat de ranglijst ook is, het blijft altijd een beladen wedstrijd. Ondanks dat die resultaten van Feyenoord in Amsterdam niet heel erg goed zijn, zal je ongetwijfeld ook wel leuke momenten kunnen herinneren aan Ajax-Feyenoord. Ja, het leukste moment wat ik me kan herinneren aan de klassieker is nog van voor de tijd dat ik voor Rijnmond verslag deed. We ging ik nog als supporter naar het stadion. Niet in het uitvak die middag. Maar mijn regulier uh, Ajaxvak. Samen met mijn neef zaten we daar en dan moet je een beetje undercover zijn. Zeker als er een grote, bonkige, getatoeëerde Amsterdammer voor je komt zitten en die begint dit te doen. Ik raak kakkelakken. Dan zit je daar als, als Feyenoord aanhanger niet, uh, niet echt op je gemak in dat stadion. Dat was de wedstrijd van de duel van Van Persie bij Kivu. Ja, dan kon, kon je niet echt gaan juichen zoals ik dat komend weekend hopelijk op Radio Rijnmond wel uh, uh, kan doen. Als Feyenoord daar, uh, daar scoort. Dat, dat ging toen even niet. moest helaas wat ingetogener. Maar van binnen waren we echt blij met die. sowieso het lekkerste als in het hol van de leeuw de wedstrijd die er het meeste toe doet. Ja, als je daar iets, iets, iets wegkaapt. Hè. Het was uh, volgens mij de gelijkmaker die Feyenoord maakte. Feyenoord was sowieso volgens mij, beter in die wedstrijd. Zo herinner ik hem in ieder geval, uh, in ieder geval graag. En uh, ja, dat, uh, ja, dat, dat, ja, dat is een mooi moment. Hè. In het hol van de leeuw de punten wegkaapen. Zeker omdat je ook weet helaas dat het niet zo vaak gebeurt. Het mooie aan jouw vak is dat je aanstaande zondag sowieso niet te maken zal gaan krijgen met zo'n getatoeëerde, bonkige Amsterdammer. Nee, nee, ik hoef me niet in te houden als fijn, Dat ga ik ook zeker niet doen als dat eindelijk gebeurt. Want we snakken uh, uh, naar weer een keer zo'n moment. Ook, 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 als, ook gewoon als Rijmond commentator zijn. 2005 de laatste overwinning. Nou, het mag wel weer een keer dat we ook op Rijnmond lekker los kunnen gaan bij een Ajax fijn. Want ik hoop dat het gaat gebeuren. Of ik het ook verwacht, het is een tweede.